Mooiste ervaring van vorig jaar was dat ik naar Rome ben geweest, zelfstandig. Dat was in 2019, in december. Dat was mijn eerste ervaring als zelfstandige reiziger naar Rome. Eerst had ik wat schrik om te gaan, omdat ik nog niet wist wat er allemaal op mij toe ging komen. Dan, eens dat ik daar was, was ik meteen op slag verliefd op stad Rome. En heb ik mezelf overgegeven aan de stad. De mooiste stad, volgens mij tot nu toe, dat ik ooit bezocht heb. Zeer veel liefde in de lucht. Veel culturele rijkdom heeft Rome te bieden. Ik zou er zeker nogmaals naartoe gaan. En ook alleen.